Stel, je bent een sporter. Je traint je een slag in de ronde, speelt internationale toernooien, maar je zit niet in de top. Dat kost vaak meer geld dan het oplevert. Bijvoorbeeld bij tennis, voetbal, basketbal of darts. Win je een toernooi, dan levert dat je misschien een paar honderd euro op. Maar dan, plots, slaat er iemand in je DM en biedt je 10.000 euro. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen? Verliezen. Ga je erin mee? Dan doe je nu aan matchfixing. Nou, hij begon over dat hij mij wou sponsoren. Toen kwam hij met de vraag of ik dus voor geld een wedstrijd wou verliezen. Het komt niet vaak aan de oppervlakte, want het is een schimmige wereld die heel moeilijk in kaart te brengen is. Maar dat matchfixing gebeurt, dat is zeker. Omkoping, gokken en vals spel. Dit is matchfixing uitgelegd. We hebben het over matchfixing, ook wel wedstrijdvervalsing, als iemand de loop van het spel deels of volledig beïnvloedt. Meestal een speler die moedwillig verliest of vals speelt. Het doel van opzettelijk de boel saboteren? Zorgen dat gokkers grof geld verdienen en er zelf ook van mee profiteren. Want matchfixing bestaat omdat gokken in de sport bestaat. Een gokje wagen, dat doen heel veel mensen. Misschien doe je het zelf ook wel. En het is big business. Alleen in de Nederlandse markt al gaat dit om. Inzetten, dat kun je doen bij een online wetkantoor, ofwel een bookmaker. En daar zijn er duizenden van. Legaal en illegaal. Bij bijna alle sportwedstrijden kun je geld inzetten op wie er gaat winnen. Kijk even mee naar dit voorbeeld. In het gokken speelt dit getal een grote rol. De quotering, berekend door de boekmaker die aangeeft hoeveel geld je kunt winnen als je voorspelling uitkomt. Dus als jij een tientje inzet op team B en ze winnen, dan krijg je er 45 euro voor terug. Maar een hogere quotering betekent ook een kleinere winkans. Als je inzet op team A, is de kans dat je voorspelling uitkomt een stuk groter. Maar ja, dan is je opbrengst ook flink lager. High risk, high reward. En de winst is niet het enige waar je op kunt wedden. Ook op wie het eerste doelpunt pakt, een gele kaart krijgt of zelfs op wie drie keer scoort. Gokken kan op vrijwel alle sporten, op alle niveaus en met heel uiteenlopende bedragen. Van gemiddeld bijna 18 miljoen bij een eredivisiewedstrijd in het voetbal tot een paar honderd euro in een klein achteraf toernooitje. Wereldwijd gaan er biljoenen in om. Dus je snapt, er staat veel op het spel. Maar de uitkomst blijft onzeker tot aan de laatste seconde. Tenzij je iets fixt en je van een onzekerheid een zekerheid maakt. En dan heb ik het niet over met een sporter afspreken dat hij drie keer scoort. Geweldig spel kun je niet zeker stellen. Maar belabberd spel, dat wel. Een overtreding heb je als speler in de hand. Op zo'n zekerheid kun je wel een gokje wagen. En als je zeker weet dat een speler geel gaat pakken, dan kun je in plaats van dat tientje beter 10.000 inzetten. Toch? Bijna net als wanneer ik met jou een wedje leg, maar de uitkomst al met iemand heb afgesproken. Bijvoorbeeld, ik wed dat mijn weerfoto op de dag dat deze video uitkomt in het 8 uur journaal komt. Wedden? Zo'n fix kan zo. Bijvoorbeeld op initiatief van een speler die iets afspreekt met vrienden zodat iedereen er iets aan verdient. Maar vaak is het netwerk groter en complexer. Sporters kunnen ook een verzoek krijgen van een onbekende fixer. Zoals deze darter die er niet op inging. Mike Kuijmenhoma! Hey Mike, je moet zaterdag een wedstrijd gooien. Kunnen wij niet een deal maken dat je minder 180 gooit dan je tegenstander? Je weet dat er een hoop geld in omgaat met het gokken. Ja, het voelt gewoon vreemd. Vaak zit dit erachter. Een internationale criminele organisatie levert het geld waarmee lokale fixers sporters benaderen. Zodra de uitslag gefixt is, zetten gokkers via verschillende accounts net voor de wedstrijd grote bedragen in. Via verschillende bookmakers om zo onopvallend mogelijk te blijven. Bij grote wedstrijden met goed betaalde sporters is matchfixen niet zo aantrekkelijk. Interessanter, kleine wedstrijden en kwetsbare sporters. Dat zijn jongens die niet of weinig aan verdienen. Dus ook heel vatbaar zijn op het moment dat iemand ze wel benadert. Twee voorbeelden van verdachte situaties. In 2020 speelt darter Raymond van Barneveld een wedstrijd in een kleine webcamcompetitie. Vanwege corona vanuit huis en zolderkamers. Van Barneveld is favoriet voor de winst. Maar net voordat het duel begint, gebeurt er iets opvallends. De quotering van Barneveld verandert plots.
Een teken dat gokkers veel geld inzetten op de tegenstander. En dat niet alleen, er komt geld van accounts uit Nigeria en Spanje. En bij één wetkantoor wordt die avond 60.000 euro ingezet. Tegenover de 700 euro die gemiddeld wordt ingezet bij wedstrijden van dat toernooi die avond. En dat voor 10 minuten darten voor een webcam. Van Barneveld speelt een van de slechtste wedstrijden uit zijn carrière en verliest. Ergens op de wereld verdienen gokkers heel veel geld. Hij ontkent dat hij ook maar iets met matchfixing te maken heeft, maar de competitie komt onder verscherpt toezicht en Van Barneveld trekt zich terug. Ik was er ook eigenlijk wel een beetje klaar mee, joh. Ik denk, als het allemaal die kant op gaat, ik denk, wacht maar eens even, dadelijk word ik even ergens van beschuldigd. Laat ik eventjes gewoon even rustig aan doen, want dadelijk gaan ze elke wedstrijd hierna van mij onder de loep nemen. Dus daar heb ik even geen trek in. Niemand kan controleren wat er wel of niet is gebeurd. Ander voorbeeld van een jonge tennisspeler die aan de NOS vertelt over een andere bevriende tennisser. Je zit in die hotelkamer met je partner, die je natuurlijk goed kent van toernooien. En op een gegeven moment kwam het onderwerp matchfixing ter sprake. Hij vertelde dat hij punten bewust verloor en dat hij wedstrijden bewust verloor. En via hem hoorde ik ook over tientallen andere spelers dat die dat ook deden. Het ging om meer geld dan je als prijzengeld krijgt. Daarom is het denk ik voor veel jongens ook aantrekkelijk. Ook aantrekkelijk, de pakkans is heel klein. Er is in Nederland nog nooit een sporter of gokker strafrechtelijk veroordeeld voor het manipuleren van sportwedstrijden. Een verdenking van een gemanipuleerde wedstrijd komt meestal aan het licht door een verdacht gokpatroon. Gokkers, vaak in Azië, zetten ineens veel geld in op een onverwachte uitslag. Gok- en databedrijven ontdekken dat rare patroon en kunnen er een melding van maken. Bij bijvoorbeeld de politie, kansspelautoriteit of sportbonden. Maar boekmakers die in Nederland niet gereguleerd zijn niks verplicht. Want weet je nog hoe groot die Nederlandse markt is? Alleen een klein stukje is maar gereguleerd. Als een boekmaker wel een melding maakt, kan dat op grofweg twee manieren. Via de sportwereld of via de politie. Maar deze heeft geen opsporingsbevoegdheid en bij deze zou het niet echt een prioriteit zijn. Plus, ze zouden ook nog eens niet echt goed samenwerken. In de kern moet je hard bewijs hebben dat de sporter een deal heeft gesloten. En dat is moeilijk te bewijzen, zeker als de bewijslast uit het buitenland moet komen. Ten eerste, je hebt de bevoegdheden niet. Je hebt de middelen en het geld ook niet. We hebben niet de mogelijkheid om onderzoekers om die naar Korea of Australië te sturen. In 9 van de 10 gevallen gaat het om criminele organisaties die erachter schuil gaan. 1 keer is er een sporter gepakt. Weet je nog die wedstrijd waar Van Barneveld aan meedeed? Die kwam dus na dat verdachte gokgedrag onder toezicht. En wat er toen gebeurde? Er kwam een fix aan het licht. Wessel Nijman, een Nederlandse darter, gaf toe 10.000 euro aangenomen te hebben om te verliezen. 5 jaar schorsing leverde dat hem op. Dat was een uitzondering. En matchfixing aanpakken wordt volgens kenners de komende tijd alleen nog maar lastiger. En dat komt door de wet kansspelen op afstand, ofwel de COA, die op 1 oktober inging. Die maakt gokken voor meer boekmakers legaal, waardoor er meer gegokt zal worden op Nederlandse sportwedstrijden. En meer gokken betekent meer kans op matchfixing. Want hoe meer er op een wedstrijd gegokt wordt, hoe makkelijker het voor een matchfixer is om onopvallend grote bedragen in te zetten. En dat is pijnlijk voor de sport. Want de kern van de sport is juist die onzekerheid. En spelen om te winnen. Ik denk niet dat je bewust moet verliezen. Daar is de sport gewoon niet voor gemaakt. Wil je meer weten over matchfixing? Nou, dan heb je geluk. Want de NOS-podcast Gefixt neemt je nog veel dieper mee in deze wereld. En je weet, elke week nieuwe video's op dit kanaal. Dus thanks voor het kijken en tot de volgende.